Elke middelbare scholier moet vroeg of laat beslissen wie hij in de toekomst wil worden. Het is een moeilijke keuze. Tyler moet vandaag heel stil zijn. Hij heeft weer een onvoldoende voor zijn wiskundetoets. Oh, zijn ouders zullen niet blij zijn. Hij moet zich maar op tijd in zijn kamer barricaderen. Oeps, ze zijn er al. Hoi mam, hoi pap. Wat houden ze vast? Is dat het proefwerk? Nu is alles gemakkelijk te voorspellen. Een break van een paar uur en een strenge straf. Maar deze keer worden de ouders echt kwaad. Kijk eens naar jezelf. Je hemd is vuil en er zit een blauwe plek onder je oog. Wat zul je worden als je later groot wordt, Tyler? Ga naar je kamer en denk aan je cijfers. Als je ouders in deze stemming zijn, ga dan niet met ze in discussie. Waarom blijven ze zeggen, je zult nooit iets bereiken? Wat zal er met je gebeuren? Cijfers, alsof dat het allerbelangrijkste voor hen is. Het is vervelend, ze laten me mijn creatieve kant niet ontwikkelen. Ik kan een belangrijke baan krijgen, zelfs als ik niet slaag voor school. Ik kan bij de politie gaan werken. Politie zijn klinkt geweldig. Je krijgt een mooi uniform, handboeien en een badge. En het mooiste is dat politieagenten niet allerlei fancy kennis nodig hebben. Zoals wiskunde en lezen. En de baas geeft je altijd interessante opdrachten. Zoals nu. Je moet een gevaarlijke crimineel vangen. Hij steelt de portemonnees van mensen op straat. Het is je gelukt. Het is een droombaan. Geen verveling op kantoor, alleen avonturen. Tyler is er zeker van dat hij de dief tegen vanavond zal vangen. Hij is erg oplettend. Deze man lijkt Tyler erg verdacht. Heeft hij net zijn kauwgom uitgespuugd? Politie, je staat onder arrest. En dit meisje begaat ook een vreselijke misdaad. Afval achterlaten. Stop! De beste politieman van de stad is hier. Oh, Tyler is toch niet zo oplettend. Hij ziet de echte misdadigers onder zijn neus niet. Wat heeft ze gedaan? Overtreding van de openbare orde. Ze praten te hard aan de telefoon. Echte criminelen zijn superblij met deze nieuwe agent. Maar Tyler redt ook levens. Pukken! De held is er al. Ontwapen en lever af bij het station. Tyler, draai je om! De echte misdadiger staat daar! Dit lijkt op terrorisme. De chemische reactie van coke met menthols kan tot verwondingen leiden. Maar onze held heeft andere dingen aan zijn hoofd. De sergeant zal blij zijn met zijn vangst. Maar nee, hij is helemaal niet blij. Er zijn hier geen echte misdadigers. Ze zijn vervelend aan het doen, niet de wet aan het overtreden. Je hebt zo'n verantwoordelijke operatie kapot gemaakt. Tyler zakt de carrière-ladder af. Nu kan hij alleen nog maar parkeerbonnen schrijven. Wie trekt zich wat aan van de politie? Ze kunnen zelf boeven vangen. De wereld zit nog vol met leuke banen. Wat als ik? Brandweerman wordt. Brandweermannen hebben geen mooi uniform, maar het is tenminste kleurrijk. En brandweermannen zijn erg dapper. Ze zien rook en gaan onmiddellijk levens redden. Al je uitrusting is bij je. Oh, zo kunnen we niet naar boven. Je zult op de een of andere manier een ladder moeten bouwen. Ik hoop dat het huis niet afbrandt terwijl je bezig bent. Maar het lijkt erop dat dit echtpaar geen hulp van de brandweer nodig heeft. Zal dat Tyler tegenhouden? Als er rook is, is er brand. Blaas het vuur op volle kracht aan, voor het geval dat. Je bent welkom.
Ik ga nu weg. Werken bij de brandweer klinkt niet zo geweldig eigenlijk. Wat denk je ervan om kunstenaar te worden? Ik ben een geweldige schilder. Er heerst hier zo'n creatieve sfeer. De kunstenaar presenteert een nieuw schilderij. Het publiek bewondert de werken van de jonge kunstenaar. Iedereen is verbaasd. Maar Tyler heeft zijn eigen mening. Verschrikkelijk. Walgelijk. Je hebt gewoon verf op het doek gesmeerd. Ik zal ze eens wat echte kunst laten zien. Ja, blijkbaar is dit hoe Tyler denkt dat de meesterwerk eruit ziet. Hij is een niet erkend genie. Het is een fiasco. Dat is duidelijk. Kunstenaars moeten jaren studeren, weet je. Schilderen moet je maar vergeten. Maar er is vast wel een ander creatief beroep dat zou werken. Misschien de showbusiness? Zoals BTS. Ze dansen, ze zingen. Iedereen doet dat. Ik heb een idee. Ik word muzikant. Tyler's fantasie bracht hem naar de top van de hitlijsten. Beroemd zijn is zo geweldig. Aanbidden de fans die hem bloemen en knuffels geven. Wat kan er nog beter zijn? Op het podium gaat Tyler iedereen's hart veroveren met zijn schoonheid. Maar niet met zijn stem. Hij kan geen enkele noot raken. Als kind werd hij al van de muziekzool getrapt. Zelfs zijn meeste diehard fans zullen hem dit niet vergeven. Tyler's concert is de teleurstelling van het jaar. En hij zal ook de cadeaus en bloemen moeten teruggeven. Geef de moed niet op. Ja, hij is slecht in wiskunde, maar Tyler is geweldig in het vinden van verloren voorwerpen. Hij zou dus privédetective moeten worden. Bijvoorbeeld, een meisje verlaat een jongen. Oh nee, ze heeft me verlaten voor een andere man. Maar wie is hij? Wie moet ik om hulp roepen? Een privédetective natuurlijk. En Tyler wordt een echte professional. Taak nummer 1. Onderzoek het belangrijkste bewijsmateriaal. Het is duidelijk, de cliënt heeft een slechte pruik. Taak nummer 2. Inspecteer het huis. Maar het is allemaal duidelijk. Nummer 3. Inspecteer de plaats van het misdrijf. Ja, hier is het dan. De zaak is opgelost. Het meisje heeft nu verkering met iemand anders. Wat een bekend gezicht. Tyler heeft haar zeker ergens gezien. En hier is het doelwit. Besloot je echt om terug te komen? Nee, ze kwam alleen terug voor haar telefoon. En de detective. Oh, ik zie het. Begreep hij eindelijk naar wie de vriendin van de cliënt ging? Nee, hij kwam alleen terug voor zijn vergrootglas. Het verlaten vriendje is ontroostbaar. Dit is zo verraad. Werken als detective is niet mijn ding. Er zijn andere opties. Ik word skateboarder. Er is niets moeilijks aan om op een plank met wieltjes te staan. En Tyler is in topvorm. Hij kreeg een 10 voor lichamelijke opvoeding. Het is de enige goede score op zijn rapportkaart. Maar zelfs een piepkleine helling als deze kan hij niet aan. Tyler is niet gewend om op te geven.
Hij kan niet geloven dat echte skateboarders jaren moeten oefenen. Epische faal. Hoe dan ook, hij zou een paar botten kunnen breken. Hij moet zich vermannen en het skatepark veroveren. Wat een teleurstelling. Hebben alle skaters altijd gips om? Oh man, van buitenaf leek het zo gemakkelijk. Oefening is niets voor Tyler. Hij heeft iets rustigers nodig. Zo te zien hebben stylisten een goed leven. Alles zal goed gaan. Tyler zal zeker een kam kunnen vasthouden. Hij zal de meest fantastische haarstylist van de stad zijn. Zijn klanten zullen prachtig zijn. Tyler kan zelfs deze man onherkenbaar transformeren. Verdwijnhoed. Doe het leer af. Verwijder de kettingen. Elke stylist heeft een betrouwbare assistent nodig. Een Pinkie Pie kapsel? Misschien is dat wel een beetje veel. Laten we beginnen met het haar op je borst. Wil je geen boa met veren? Oké, dan doen we een stijlvol kapsel. Met een lichte beweging van de vingers verandert deze bos in een schattig struikje. Stijlvol en modieus. Maar de klant is niet blij. Het is duidelijk. Tyler wordt hiervoor uit het veld geslagen. Arme jongen. Oh nee, stylisten zijn is gevaarlijk. Deze baan is zeker niet geschikt voor mij. Een paar push-ups zullen me helpen concentreren. Eigenlijk is dat een geweldig idee. Sport! Waarom geen personal trainer worden? Mensen helpen in vorm te komen. Hij kan zelfs met zwangere vrouwen werken. Tyler vindt dat een fitnesstrainer er zo uitziet. Zijn mooie lichaam zal een voorbeeld zijn voor zijn cliënten. Wauw, hij is zo sterk en zo hardvochtig. Wat maakt het uit dat ze zwanger is? Ze moet nog steeds gewichten heffen. En crunches zijn een must. De cliënte zal deze trainingssessie nooit vergeten. Zoveel push-ups deed ze zelfs voor ze zwanger werd nooit. Maar ze wilde alleen leren hoe ze goed moest ademen. Tyler is een slechte trainer. Oef, stop. Geen fantasieën meer. Het is tijd om jezelf bij elkaar te rapen. Het is duidelijk dat je niets kunt zonder training en oefening. Je kunt niet zomaar een trainer, een politieagent of een brandweerman worden. Na een beetje opruimen kun je proberen je huiswerk te maken. En dan ga je misschien over op de literatuur. Al die gedichten zijn niet zo saai. Tyler heeft ze de hele nacht gelezen. Maar hij mag niet te laat op school komen. Tyler belooft beter te studeren. Of moet hij beginnen met zijn uiterlijk te veranderen? Dat is beter. Nu kan hij de wereld veroveren. Wat wil jij worden als je klaar bent met school? Vertel ons erover in de commentaren. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog en klik op het belletje om geen nieuwe sketches over studeren en meer te missen op Troom Troom Wow!